Time for y'all to listen to Countryland with Teeman and Arro. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride. Goedenavond luisteraars, weten jullie welkom bij Twee Uur Countrymuziek in het programma Countryland. En vanavond zit tegenover mij Harro. Hoi. En nee, ik ga eerst naar die kant, hè? Ik ga eerst naar die kant. Oké. Okay. We gaan. Eerst natuurlijk Patrick en Johan voor de techniek. En ja, vanaf een nieuwe locatie. Nou en of. Dus ja. We gaan er niet te veel over zeggen. Nauwelijks te vinden, maar. Maar de mensen kunnen ons wel, kunnen wel meekijken. Ook dat nog? Ja. Oh jee. Nou ja, goed. Gerrit is er. Die gaat weer een oogje in stijl houden. En Valerie zorgt voor de koffie, de thee, limonade en de foto's en dergelijke. Dus het komt allemaal weer goed. We begonnen onze avond met Vince Gill en One More Last Chance. Ja, dit is meer een eerste kans, hè? Ja. Hier. Ja, we gaan er gewoon wat van maken, Harro. Dat doen we altijd. Ja. Het lukt ook altijd. Maar goed, de volgende, dan heb jij misschien wel iets over te vertellen. Ik heb het doosje niet. Oh, ja, doosje dat, niet. Het doosje, dat is mijn toeverlaat altijd. Ja, staat er ook van alles op, maar als ik dat nou voor ga lezen, dan zijn we hier de helft van het programma al door. Dus de Charlie Sizemore Band, een cd die al vaker in dit programma is geweest. En zeer tot mijn genoegen, want ik vind het een van de mooiste ontdekkingen van de laatste tijd bij mijn verzameling. I won't be far from here. Een lekker begin zo, hè? Geweldig. Ja, oh. Charlie Sizemore Band, I won't be far from here. Ja? Ja, cd uit 2007 en toen had hij een tijdje niks gedaan. Waarom, dat weet ik niet hoor, maar dat staat misschien wel ergens erin. Dat ja, maar hij schreef ook liedjes en die werden uitgevoerd door Ralph Stanley, Jimmy Martin en Doyle Lawson bijvoorbeeld. Bekende namen, zo lekker, hè? Ja, maar het stikt van de bekende namen natuurlijk altijd bij de goede mensen. Dat is waar, ja. Daarom. Ja, wat voor sommigen ook bekend is, voor anderen weer wat minder. De Jets. Ja, moeder en dochter. En als je nou gaat kijken wie is moeder en wie is dochter. Nou, dat kun je nog steeds zien, want de een is iets omvangrijker dan de ander. In tussentijd wel, ja, maar toen die cd uitgebracht is niet. Toen waren ze eigenlijk allebei. Spreken wij over de jaren 70? Ja, dat is wel zo, ja. 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 Maar goed, heel af en toe treden ze samen nog op, heb ik wel eens begrepen. Dochter is natuurlijk solo verder gegaan, dus die heeft een mooie carrière. Mm-hmm. En ja. Ga je wat zeggen, Gerrit? Nee, oh, gelukkig. Ja, ach, hij zegt heel zinvolle dingen zo nu en dan. Dus dat is niet nou ja, goed, als ze dat nu zouden zeggen tegen elkaar, dan zou het niet veel meer kloppen. Maar toen kon ze nog zeggen, young love. Zo is. Nee, ik zei niet. Ja, we gaan even wat doen, want hij komt maar een half regeltje op weg. Oh, ja, moeder en dochter die hebben een onmin, denk ik. Ja, zo, ja. Zou dat het zijn? Of het. Ja. Nou, de liefde is wat ouder geworden. Al, al een tijdje geleden, hè? Dus dat, ja, dat zegt ook niks, want dat ding kan jaren mee eigenlijk. Ja. Van die cd, River of Time, moet het volgende nummer komen. Ja. En ja, die foto die er voorop staat, die is erg bekend, hè? Die is erg bekend, ja. Ja, ja. Zo herinner je de dames. Ja, zeker. En ik kijk even naar links. Ik krijg een duimpje. Kan. Dus moeder en dochter gaan weer verder. Pluit het met een mooie steelgitaar. Och, och, och. Wat worden we weer verwend, hè? Zo hoort het ook. Zo hoort het ook, ja. Wij verdienen dat. Ja, zeker. Toch? Ja, luisteraars ook, hoor. Ja. Daarom. We hebben een leuk pakketje aan muziek vanavond, Harro. Dat hebben wij... Ja, eigenlijk altijd, wou je zeggen, ja. Dat kun je zelfs eigenlijk nog weglaten. We hebben altijd een geweldig pakket. Ja. Er zit wel eens een misganger tussen, maar dat maakt allemaal niks uit. Wat er overblijft is geweldig. Ja, daarom de volgende is ook eigenlijk eentje van ja, toch wel mijn favorieten. Heerlijk, hè? Tim O'Brien. Ja. Ja, van een cd die ik per ongeluk tegenkwam. En ik dacht van, kopen. Ja. Ja, want ik had nog niet zoveel. En weet je wat nou het leukste is? Het volgende nummer. Maar dat draaien we pas over de week of wat, denk ik. Want daar zingt hij met Hal Ketchum. En daar heeft hij dat nummer, hebben ze samen geschreven. Ja. En ja, ik heb dat al een paar keer gehoord natuurlijk thuis. Want dat, ja, poe.
Nou, ik word al helemaal zenuwachtig. Ja, fijn. Nou, dan gaan we gewoon ons dompelen in die River of Blood. Maar we gaan eerst even wat anders doen. Oh, echt? Ik ben het helemaal vergeten. Ach, nee toch. Gelijk in het begin van het programma. We hadden natuurlijk alle mensen nog even een goed 2020 moeten wensen. Een geweldig countryjaar. Maar aan de andere kant, ik kreeg van de week ook wat berichtjes van mensen die voor het eerst keer gaan luisteren vanavond. Nou. En eentje die is zelf van plan om naar de Rebellenhonk een keer te komen. Poep. Dus, we zijn weer back in town, hè? Dat is heel duidelijk. Ja. Dus, ja. Nou ja, goed, de mensen die kunnen daar eens op reageren. Want als je dat wilt doen, ik kan altijd een mailtje sturen naar info@countryland.nl. Ja. Of, de dingen die je kunt doen is op Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Uitzending gemist. Voor mensen die... Bezoek de site en daar staat alles op. www.countryland.nl. Jawel, en daar is het allemaal te vinden. Goed, en dan gaan we door naar Gene Watson. Ja, ik zat me net bij Tim McBrien af te vragen. Was het nou een jig of was het nou een reel? Wat is dat? Oh, daar heb ik helemaal geen verstand van, joh. Nee? Nee, helemaal niks. Ik ook niet. Maar ik ken de naam. Maar ja, daar houdt het dan ook mee op. Ja. Maar Tim McBrien zal het vast wel weten. Goed, hij heeft mooie dingen gedaan en hij zal nog heel veel mooie dingen doen. En nou, zeker. En dan gaan we dus naar Gene Watson en Dreams of a Dreamer. Nou, Gene Watson. Ja, al begonnen in 1960, hè, met zingen. Ja, en hij is nog steeds bezig. 1962 zelfs. Ja, maar ik zat me even te verbazen, want bij Wikipedia staat er een mooie foto van hem. Van, nou, denk ik, redelijk recente datum. En 2007. Dan, en dan kijk je op het op de plaat. Ja. CD, doosje. Nee, daar was hij toen nog 38 of zoiets. Ja, dat zou kunnen. Maar dit fotootje is ook uit 2007. Dus ja. Hij heeft daar opgetreden in Grand Ole Opry. Ja, dat... Maar wie doet dat niet in Amerika? Nou, wij nog niet, maar dat komt eraan. Hè? Gaat gebeuren. Ja, daarom. Jesse McReynolds en... Charles Whitstein. Ja, dat zijn kleine letters. Je hebt je bril op. Ja, maar en ik kan lezen nog zonder bril. Kijk, lekker toch? Ja, wel met lenzen, maar dat is een ander verhaal. Hij leeft nog, hè? Jesse. Ja. Is 92, hè? Hij is 92. Is hij speelt af en toe nog met Rens Vreeburg. Ja. Uit Amerika. En zijn meisje leeft ook nog. Jij zo? Ja. Oh. Want ik had van de week een interview over hem gelezen. Ja. En dat was in de buurt van Nashville. Op social media. Ja. En er was een reporter die ging bij hem op bezoek. Oh. En toen heeft hij daar een uur een interview met hem gehouden. Nou. Ja. En hij treedt nog af en toe nog op in de Grand Ole Opry. Kijk. En ik krijg ook nog een berichtje. Nou. En die zegt dus van... Harro, weet je dat Jesse McReynolds in de oorlog in Korea heeft gediend? En daar samen met Charlie Roving van de Roving Brothers... Ja. De band Dusty Rhodes Boys vormde. Nee, dat wist ik niet. Nee, goed, dat krijgen we dan weer door. Hè? Wij hebben dan zo'n huis. We hebben nog een encyclopedie die dat nog beter weet dan Wikipedia en zo. Dus dat, goed. En soms staat hij er zelfs mee op de foto. Hè? Ja, ook dat nog. Ook dat nog, ja. In dit geval was dat wat lastig. Maar voor hetzelfde geld heb je ineens weer. Kijk mij nou. Ja. Nee. Je weet me nooit. Nee, daarom. Het maakt ook niet uit hoor. Jesse McReynolds en Charles Whitstein doen een tribuutje aan de broertjesduetten. En jij noemde net de Louvin Brothers. En Jim en Jesse zijn natuurlijk ook een bekend voorbeeld. Ja. En dan de Whitstein Brothers waren natuurlijk weer een ander voorbeeld. En Stanley Brothers. Zo gaat dat heerlijk door en door. On Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're gonna clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week. Nou, we hebben er weer drie gevonden, Harro. Dat is van de Bear Family CD's. Oh, dat zijn altijd de betere. Dus de beste is, zijn dat zelfs. Dat zijn de beste, ja. En dit is... jij hebt er een LP van... Oh, de Bristol Sessions. Ja. Een dubbel LP, hè? Die heb ik nog steeds, ja. Ja, heb je nog steeds? Ja. Oh, ja. We gaan dan het rijtje af van degene die gaan optreden voor ons. Ernst Stoneman. Ernst V. Stoneman.
En A. Cale Brewer. En Katie Brewer. Ja, Katie. Ja? En dan Walter Moon. En dan de tweede wordt Uncle Eck Dunford. Er is een vrouwentype bij die daarin meezingt, maar heb ik niet kunnen vinden wie over het was. Okay. Nee. En dan de laatste is dan de, een samenvoegsel van de eerste en de tweede. Uncle Eck Dunford en Ernst Stoneman. En we gaan dan beginnen met Tell Mother I Will Meet Her. Als u meekijkt op onze pagina voor de playlist, dan ziet u dat de laatste twee nummers omgewisseld zijn. Maar dat komt omdat ik een hele moeilijke code kreeg. En dat functioneerde dus niet goed, want toen heeft hij dus de laatste twee omgedraaid. Ik krijg ook door dat de dame die aan meedoet is dus Hattie Stoneman. En Hattie, zij dat is de echtgenote van Ernest Stoneman. Ja. En, was toch een vrouw. Dat is wel weer een vrouw, ja. Was toch een vrouw. Ja. Maar ze kietelde haar extra, geloof ik. Ik weet niet wat er gebeurd is. Nee, ik ga er ook niet over nadenken. Nee, daar ga ik echt niet over nadenken. Nee. De Stoneman Family, hè, dat is het bekendste de naam in dit rijtje van drie. Ja. Ernest hebben ze zoveel instrumenten? Ze hebben ooit 23 kinderen gehad, maar er zijn er geloof ik 9 van overgebleven. Dus dat, maar die hebben wel een behoorlijke family gevormd en daar hebben ze heel veel muziek mee gemaakt. Kijk. Ja. Goed, dat was dus de oude doos en we gaan dan door met Wade Hayes. Ja, dat is een hele... over dozen gesproken, dat is een beetje onzin in dit verband. Maar het is... Ja, hij ziet er hier natuurlijk weer heel jong uit. Ja, ja. Maar ja, die plaat is natuurlijk ook de jongste niet meer. Ik heb het maar thuis ook. Ja, ik heb deze niet, maar ik heb het thuis ook. Ja, ik heb er wel wat van. Ja, zeker. Dat, want het is een leuke zanger. Goed, dat was dus Wade Hayes. Ja, van zijn tweede plaat. Destijds, was dat nou eind jaren 70 of... Maakt niet uit. Geeft niet. Het werd wel goud en zo. En, I Still Do. Ja. Dat was de titel. En hij doet het nog steeds. En die volgende, die Henk Thompson, denkt hij zeker dat het gras bij de buren beter is dan bij hemzelf? Ja, hij dacht een boel hoor. Dus dat, en daar zong hij dan gewoon over. Oh, ja. Die cd die heet Humpty Dumpty Heart. Oh. Dat is een joekel van een hit geweest natuurlijk. Ja, klopt. En zo heeft hij er diverse gehad hoor. Dat, en er staat er hier maar liefst 24 op. Nou, en de volgende... Weet ik niet of het een knoert was of een gewone hit, maar The Grass Looks Greener Over Yonder. Goed, dat was dus Henk Thompson en The Grass Looks Greener Over Yonder. Ja. Helemaal aan de andere kant. Elders is het gras altijd groener. Dat, maar hij zingt het wel weer mooi, hè? Ik heb ook alleen mijn stenen rond het huis, dus... dat is niet goed, hè? Dat is niet goed, Timon. Nee, is weer niet goed voor de natuur. Nee, want de afwatering gaat dan weer slecht. Oh. Ja, goed. Ja, dan moet je toch gewoon even wat tegels lichten. En dan zet je gewoon één boompje in, of struikje dat gewoon laag blijft. En dan kan het water toch een beetje weg. Het is goed voor de bodem. En de afvoer, de drainage enzovoorts. Ja. Dus, maar zie maar. Dan zet je weer een plaatje op en dan denk je van... Ah. Maar zullen we dan Joe Duffy mee opzetten? Ja, doe dat maar. Ja? Ja. What a way to go. Joe Diffie, what a way to go. En de way waar wij heen gaan is de weg naar Patty Loveless. Heerlijk, 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 heerlijk. Ja, lekker toch? Ik ga naar Bluegrass CD, is dat als ik mij niet vergis. Ik moet hem even reiken. Ja. En dan hebben wij Patty in handen. Mountain Soul heet die CD. En hij is zo mooi, hè? Dat we hem geregeld draaien. Patty Loveless. Out of Control, Raging Fire. En er was nog een stem, hè? Ja. Travis Tritt. Komt straks ook nog weer terug als het goed is. Ja. En het liedje werd overigens meegeschreven door Melba Montgomery. Ook nog weer? Ja, ik heb daar geen platen van, maar jij wel natuurlijk. Hè? Ik heb voor mij ervan. Dan moet je toch maar eens keer kijken of er wat leuks bij zit. Ga ik ze even zeker even doen. Fijn. Hey, Harry, dit was de ene laatste plaat van het eerste uur. We gaan straks naar het tweede uur. In de tussentijd gaan we luisteren naar George Jones van een hele oude cd, White Lightning. Welkom in het tweede uur van Country Land, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijlen country, bluegrass, oldtime en alles wat erbij hoort. En dat is wel heel erg veel. Soms. Ja. Toch?
Tex-Mex. Alles wat we in het programma stoppen. Ja, zeker. Ja. En we begonnen de uitzending van het tweede uur met Danny Paisley. En dat is Southern Grass. En de Southern Grass. De Southern Grass was de band ook van zijn vader. Ja. Dan Paisley. Ja. En, De oude Danny leeft toch nog wel? Nee, de oude Danny leeft ook al. Nee, dat al, ja. Zo oud was hij toch nog niet? Nee, hij is niet zo oud geworden. Maar, Danny is nog in Voorthuizen geweest. Dat had ik je net willen vragen. Ja. Mooi. Maar goed, dan weet je het. Ja. Ik denk, ik vertel je dat even. Ja, misschien heb ik hem wel eens gezien. Misschien wel, ja. Ik heb hem zelfs nog een hand gegeven. Ah, maar ik kreeg hem gelijk weer terug. Dus, nou, hou we zo. Het nummer wat ze speelde was The Cabin on a Mountain. Ja, in good old Tennessee. En dan gaan we naar John Prine. En daar was ook nog even weer wat bijzonders. Dan moet ik even naar John Prine en Peter Cooper. Los van de geweldige cd waar het nummer van afkomt. John Prine speelt op 17 februari weer in Paradiso, Amsterdam. Allemachtig. Maar ik moet daarbij zeggen, treurig, want hij is al uitverkocht. Oh jee. Waarom zeggen we het? Nee, goed, het is wel leuk om dat is niet erg, maar dan bewijst het toch maar weer dat er een heleboel Nederlanders zijn die goede smaak hebben. Goed, maar John Prine, daar wou jij wat over zeggen, Haro? Nee, niet zoveel eigenlijk. Dat, dat is al niet meer nodig, hè. Ik heb, Jan Donkers is ooit begonnen met het draaien van John Prine. Ja. Die heeft hem ontdekt, weet ik veel. En toen heb ik het gehoord en daarna ben ik doorgegaan met draaien en zo. Want ja, John Prine is een ongelooflijk goede muzikant. Hij heeft liedjes geschreven die door Jan en Alleman werden gezongen. En dat mensen zeggen van, is dat een liedje van John Prine? John Prine, wie is dat dan? Dat, dat had ik in het begin ook even. Ja, Hello in There. Ja. Om maar eens wat te noemen. Maar goed, nu die cd waar Mac Wiseman zijn medewerking aan heeft verleend. Hoewel hij nauwelijks is te horen, hoor. Het laatste liedje dan zingt hij geloof ik nog een keer met Alison Krauss. Oh. Maar nu zijn het John Prine. Dus daar leef je dan naartoe. Want het is het voorlaatste nummer van die cd. En die zingt hij met Peter Cooper. Dus dat is ook weer een vertrouwd geluid. En het is weer een mooi liedje. Goed, dat was dus John Prine en Peter Cooper en I Sing the Song. Ja, mooi, hè? Mooi. Oh, dat is weer heel iets anders, hè? Ah, oh, dat was Red alweer natuurlijk met zijn. Ja, die kon niet wachten. Red die staat echt om de hoek. Ja, Tennessee Saturday Night heette CD. Ja, dat zit hij. Oh, Maar als ik aan Red Foley denk, dan denk ik aan een gezinnetje. Vader en moeder met kleinkinderen of kinderen. Ja? En dan gaat opa, die gaat dan vertellen. Red Foley. Die vertelt dan over het geneugd in het leven. Alles wat maar plezierig is. En dan, toch niet aan zijn kleinkinderen, hoop ik. De beginlingen. Hij zo hier en daar. Maar dan is hij ook over vertellen over een hondje. Ach, die. Oh ja. Old Shep. Die oude, goede oude Shep. Ja. Laat maar horen, jongen. Het is toch mooi, hè, dat opa dan zo zingend voor jou het hele verhaaltje vertelt over die hond die je moet uitlaten. En aan het eind natuurlijk ook weer leven blijft. Ja, dat hij zelfs nog even met een geweer of zoiets zat van moeder. Want hij had het verhaal van de dokter gehoord. En dat, maar hij kon het niet. Toen ging Old Shep zelf maar. Nou ja, goed. Anders was hij erna nog geweest, hè? Ja, nee, we gaan gauw naar Mary Chapin Carpenter. Ja, die is er nog steeds. En en hoe dan ook. Down at the Twist and Shout. Down at the Twist and Shout. Dat was ergens way down in Louisiana. Ja, het was niet echt in Kentucky of wat. Nee, het was gewoon echt een cajun. Ja. Ja, ja. Met een fiddle. En een Arcadian accordion. Ah. Ja. Oftewel een cajun, accordeon. Oh, mag ook. Ja, ik vind alles prima, hoor. Ja, zo ben je. Hey, we gaan. Het begintje moet nog even een keer komen. Het beginnetje hiervan. Het beginnetje hier. Ja, want onze jaarartiest gaan we nu naartoe. Oh. En dat is dit jaar Emmylou Harris. Ja. En we krijgen dan. We hebben een paar mensen erop afgestuurd om huiswerk te maken. Zo. De familie Lely. Oh, dan ga ik even achterover zitten. Ga je rustig achterover zitten, ja. Want ik ga u vertellen, zoals u misschien inmiddels wel weet, is de jaarartiest van 2020 niet meer minder dan Emmylou Harris.
We gaan u een jaar lang een beetje chronologisch in het levensverhaal vertellen van deze zangeres met die schitterende stem. En we zullen uiteraard ook elke week een nummer van haar laten horen. Emmylou Harris werd geboren op 2 april 1947 in de plaats Birmingham in Alabama en bracht haar jeugd voornamelijk door in North Carolina en in Virginia. Ze was dochter van een militaire familie. Haar vader was zijn leven lang een officier bij de marine. En na haar high school jaren volgde Emmylou Harris de opleiding muziek, theater en dans. En dat deed deze aan de Universiteit van North Carolina in Greensboro. Tijdens een studie leerde ze op de muziek, op de gitaar wat nummers spelen van Pete Seeger, Bob Dylan en Joan Baez. Joan Baez. Ja, toch, ja, bijna goed. Ja. Het luisterspelen van muziek bleek zo leuk en ze kon dat dermate goed dat ze haar studie niet heeft afgemaakt, maar naar New York vertrok om daar de populaire volkscircuit van Greenwood Village te gaan spelen. Daar leerde ze ook songwriter Tom Slocum kennen, waarmee ze in 1969 trouwde. En samen met hem nam ze haar eerste album op, die getiteld was Gliding Bird. Op het album, dat verscheen in 1969, staan voornamelijk folknummers. En het is het enige album waarop ze de helft van de liedjes zelf heeft geschreven. Het opmerkelijke van dit album is ook dat haar voornaam destijds nog in twee stukjes werd geschreven. Zowel dus, of tenminste, dat was dus in Emmy en Lou. Ja, dat kan. Dat is in het verleden zo geweest. We horen nog niet de country snik die later haar zo bekend maakte, maar overduidelijk de invloeden van zangeressen als Joni Mitchell en Joan Baez. Het hele grote namen van die tijd. En kort na de release van het album Gliding Bird was de scheiding alweer van sprake van. Want ze gingen uit elkaar. En Emmylou die ging dus weer terug naar haar ouders. En met het babytje, een dochtertje. Oh jee. En daar heeft ze dus foutje, ja. We gaan luisteren naar de toen 22-jarige Emmylou Harris, zoals de wereld met haar kennis maakte in 1969. Het nummer dat ze zelf geschreven heeft. En het heet Fugue for the Oscar. Goed, dan hadden we dus net Emmylou Harris als jaarartiest. Binnenkort dan gaan we dat toch echt weer met een jingletje doen. Maar dat moet even heel op zijn gemak rustig aan uitgezocht worden. Want we kunnen er wel zo wat neerzetten, maar dat willen we. Moet wel goed wezen. Natuurlijk. Natuurlijk. Ja, zeker. Dus Emmylou Harris wel waard. Alles is het waard. Goed, Red Allen. The Folkways Years. Oh. 1964, 1983. Ja, Folkways, dat is een label, hè? Ja. Smithsonian Folkways, ook wel eens zo hier en daar. Ja. Dat betekent dat, nou, het bijna de catalogus van de Amerikaanse muziek bevat. Mm-hmm. In ieder geval een gedeelte. En dat het uitermate verantwoorde uitgaven zijn. Nou ja, en Red Allen staat er natuurlijk sowieso garant voor met zijn featuring Frank Wakefield. Oh. Ja, dat is niet zomaar eventjes iets, hè. En voor zijn doen doet hij een ongebruikelijk lang nummer van 3,5 minuut. Zo. Het is nog leuk ook. Nou, dat was dus een lekkere muziek van Red Allen. En de Kentuckians. Ook met nog. Met daarin Frank Wakefield. En ja, moet ik even die naam ook noemen, hoor. Piet Kuikendal. Een Afro-Amerikaanse. NL. Nee, Piet Kuikendaal. Oh, gewoon. Ja, de Amerikanen spreken het anders uit. Maar dat denk ik ook wel, ja. Wij doen dat niet, zie je zo, nee. Onder andere, ja. Ja. Ja, van een opname 1964. Kijk. Ja. En we gaan naar jouw moment, Haro. Heerlijk. We hebben elke keer als jij hier bent, hebben we het Loving Brothers moment. Ja, ja, gelukkig zijn er nog meer momenten. Hè. Ik vind bijna alles leuk namelijk. Nou, gelukkig wel. Als het wel. Progress is en als het gewoon country is en als het Cajun is enzovoorts. Ja. Oh jee. Ze bewogen nog namelijk de Loving Brothers. Sing and play their current hits. Zo heet de cd. We hebben er al diverse van gedraaid hoor. Maar we gaan, kunnen we niet omheen. I'm glad that I'm not him. Weet je wat dan zo leuk is, Haro? Ja. We hadden net een nummer van John Prine en Peter Cooper. Ja.
daarop op die cd speelde Alison Krauss mee. Of ja, Alison Krauss mee. Ja. Maar ook Sheryl Hull. Ja. En de man van Sheryl Hull. Justin Moses. Justin Moses. Ja. Dus eigenlijk is de cirkel weer rond. Jo, wij breien die altijd rond. Ja, hè? Op de een of andere manier komt het altijd zo uit, hoor. Waar zijn we nu mee bezig? Met een bondmuts of aan het breien? Nee, gewoon programma's. Oh, programma's. Ja, gewoon muziek, hè. Oh, ja. Ja, ja, leuk. Dat breidt het beste. Ja. Nou, dit was dus Alison Krauss en Union Station met Miles to Go. En ja, we gaan dan even naar het volgende. Die Cowboy Copas die we gaan krijgen, ja, die heeft in hetzelfde vliegtuig gezeten als Patsy Cline. Ja. En zijn jammer genoeg allebei omgekomen. Ja. Dus daar wist je al wat van. Ja. Maar goed, de luisteraars misschien niet. Dat zou goed. Ja, volgens mij heb ik het vorige keer ook wel geroepen dat. Hij is al vaker geweest, hè? Ja, zeker. Maar goed, dat. Ik vergeet ook wel eens wat, hoor. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar het is, ja, het was een heel verlies. Ja. Want. Ja, we hebben hier een cd van de Bear Family Records. Oh, dat is helemaal goed. Dus dat goed. Is natuurlijk geweldig. En alle 34 nummers, hè? Zo, dat heeft, ja, dat geld waard, ja. Ja, ik heb geen idee meer wat het heeft gekost. Maar het was in de aanbieding, hè? Je gaat niet zeggen dat €3 was, hè? Nee. Ik heb er wel op geboden. Dat zeker met zoveel nummers denk je van... Ja, als ik dat niet doe, dan zie ik hem nooit, hè? Dus, Lloyd Cowboy Copas. En ja, er zit wel een jaar of wat verschil tussen Alison Krauss en Cowboy Copas. A thousand miles of ocean. Ja, dat betekent buiten bereik, hè? Cowboy Copas, november 1961 in Tennessee opgenomen. Ja. Yeah. Hey, Harro, ik ben toch eens gaan zoeken in mijn boxen. Kijk. En dan weet je wat er... Wat een nuttige bezigheid, hè? Dat weet je wat eruit komt, hè? Nee? Ja. In snow. Oh, nee, dan zit je gewoon in die ene box, hè? Oh. Ja. Ik heb er drie. Ja, deze uit die ene box. Ja, ja. Ja, de box van Henk Snow heb ik ook. Maar die had ik ook. Die had je ook. Ja, maar ik heb me ingeruild voor dingen die ik op dat moment belangrijk vond. Ja, dat kan. Ja, maar toen wist ik nog niet dat ik hier ooit terecht zou komen, hè? Dus dat... Ja, het is een wonderbaarlijk verhaal eigenlijk, hè? Ja, daar zullen we ons verder maar niet meer druk op maken, hè? Nou, zullen we een keer gewoon, in de uitzending doen als we gewoon twee platen draaien en de rest gaan vertellen? Nee, we moeten gewoon muziek draaien. Oh, gelukkig. En dat oude hoor van ons, dat van tijd tot tijd, maar niet te veel. Nee. En daarom gaan we nu muziek laten horen van Henk Snow en You Pass Me By. Goed, dit was dus Henk Snow en Harro en ik hadden het net over nog meer van zulke artiesten. Want Jim Reeves hebben we natuurlijk en Henk Williams hebben we natuurlijk. Moeten we dan maar zo terugkomen, we hebben er een jaar voor. Ja, maar ik draai zo geregeld wel eentje van Henk Williams. Ja. Ik heb ook een zootje cd's van hem. Ja. En ja, Henk is toch de vader van allemaal, hè, zo ongeveer met Jimmy Rogers. Ja, klopt. Ja. Zoiets. En de Carter Family. En de Carter Family. Ja. Oh, nou, ja. Dan hebben we toch de basisleggers van country, rock'n'roll en folk enzovoorts enzovoorts. En we hadden pas een uitzending gemaakt over de Outlaws. Yeah. Met Jaap erbij en met Ronald. 2 uur lang outlaw muziek. En Billy Joshever kwam daar volgens mij ook in voor. Ik heb de uitzending niet gehoord. Nee, dat klopt. Nee, maar ja, Waylon Jennings en zo zal er wel bij gezeten hebben. Ja. Willie Nelson? We binnenkort samen even een keer weggaan in de auto, dan kun je het Butch horen. Butch Hancock? Wie? Butch Hancock? Nee, die is toevallig niet. We kunnen niet alles Nederland hebben. Geweest, hè? Dat, ja. Ja, ook nog daar in het Hoge Noorden was die Butch Hancock. En wie was er nou zijn maat destijds? Nou, in ieder geval, goede country. Maar goed, we gaan nu naar Billy Joshever. Ja. Heerlijk. Ja, dat was voor mij toch ook een ontdekking. Want de naam was mij wel bekend. Ja? Maar toen kreeg ik een cd per ongeluk te pakken. En ik dacht van, dat klinkt wel heel goed. En dus ben ik gaan verzamelen. En ik heb er inmiddels 4 of 5, geloof ik. En, dit was geloof ik de meest recente aanwinst. En ik geloof dat we er zo'n 3 stuks van hebben gedraaid. Dus we hebben nog een boel te gaan. Maar eerst deze. There's no fool like an old fool. Ja, Billy Joe Shaver. Hij wordt 81 dit jaar. Ja. En dan nog zeggen we gitaar spelen.
Als je hier met de stompjes wat hij dan... Ja, hij liet het ook wel eens aan anderen over, maar het, ja, hij komt er een eind mee. Dan moet je ook je vingers maar niet in een zaagmachine houden. Ja, maar Django Reinhardt? Ja? Met hoeveel vingers speelde die? Weet ik veel. Ja, nou, die had ze ook alle vijf niet meer, hoor. Oh? Nee. Die had zo'n, zo'n slide... Met twee vingers, hè? Ja. Speelde die sneller dan... Nou, Brad Paisley zou misschien hem bij kunnen houden. Zo. Ja. Nou... Ja, we zitten vanavond lekker in de oude muziek, hè, vind ik. Ik vind dat al wel een keer fijn om... Je hebt je wel overtroffen eigenlijk, ja. Ja, hè? Ja, want dan krijgen we zo meteen nog eens een keer Ray Price. Ah, laten we hem maar gelijk draaien. Ja? Dan, hè? Ja, ja. Falling. Ray Price. Ja, in de tijd van de rock'n'roll. Dat was zeker nog 50. 56? Ja, jawel. Ah, dat is ook bekend jaar. Oh ja? Ja. Hoezo? Nou, toen hebben ze mij op de wereld geholpen. Oh jee. Ik ben geworpen. Ach, ja. Nou, ze hebben je opgevangen blijkbaar. Blijk wel, ja. Ja, mooi. Een beetje slecht opgedroogd, maar voor de rest gaat goed. Oh, daar ziet niemand wat van. Nee hoor, kunnen ze... Oh ja, ze kunnen nou wel zien thuis. Nee, dat wordt... Ja. Dat is wat je mooi zegt. We gaan maar gewoon door. We gaan gezellig door met een artiest die wij gelukkig persoonlijk kennen en ook heel erg waarderen. Hij heeft in Nederland regelmatig opgetreden met de band Savannah. Ja. En Gerrit, wij hebben ze wel eens gezien, hè? Ja, we hebben ze wel eens zeker weten. Ja. Billy Yates. En dan, dat is alweer de ene laatste plaat van deze uitzending. Ja, klopt. Als ik nu heel snel zeg dat we gaan luisteren naar Dreaming Out Loud... Blijft onze tijd goed uit. Weer twee uur country muziek in het programma Countryland. En vanavond met Haro hebben we weer een fantastische uitzending gemaakt. As usual. Ja, als gebruikelijk. Oh, zoals gewoonlijk, ja. Nederlands houden. Ja, volgende week dan zitten we hier met Jos. Geweldig. En ik neem aan dat we dan nog even op de dinsdag zitten. Maar voorlopig gaan we even kijken wat het gaat worden. Maar daar hoort u wel meer van. Ik hoop dat u genoten hebt thuis en dat u zegt van nou, wij blijven... Wij blijven fan, vaste luisteraars van Countryland. En we weten niet wat er gaat gebeuren. Nee, we wachten dat rustig even op de site blijven kijken en dan daar worden alle mededelingen gedaan over hoe en wat. www.countryland.nl. Juist. En dan ga ik even kijken... Oh, ik heb nog wel... Ik kan nou een mooie tijd zien. Oh, daar gaat hij weer, hoor. Oh. Nee, we gaan dus heel veel meer vertellen. Want er zijn natuurlijk mensen hier aanwezig... die ons geholpen hebben met de techniek. En dat is Johan, die zit daar van onze kant links. Patrick heeft het al aangeslingerd allemaal en op gang geholpen. De mensen thuis, die kunnen we nou... kunnen we naar zwaaien. Dan kunnen we aan u zwaaien tot de volgende keer. Gerrit was er voor het oog in steltje houden. We hadden dus onze man thuis weer, de redactie, die ons bijhield. Ab, dankjewel Ab. Verleden was er voor de koffie, de thee, gebak en alles wat daarbij hoorde. Foto's maken en filmpjes en alles. Nou het is weer een hele film bijgekomen vanavond. Ja. Nou, ik ga niet zo heel veel meer vertellen, Haro. Nee, ik ga jou bedanken voor het mee presenteren. Ja, en je weet, zoals gebruikelijk doe ik dat graag. Ja, en dan over 14 dagen dan horen en zien we je weer. Nou maar op. Gaan we weer wat van maken. Reken maar. Nou, luisteraars, u bedankt thuis voor het luisteren. Ik zeg graag tot de volgende keer. Oké, nou dan maar wat eerder. Bye bye.